de wind weer draait als wij niet stoppen. En zo werd Emma Kok de eerste gastzanger ooit bij haar vertaling van de musical Soldaat van Oranje. Met koning Willem-Alexander en Maxima op de eerste rij bij dat bevrijdingsconcert. Hij herkende me wel. Ja, en Maxima ook. Maxima zei, goedenavond, gaf ze me een handje. En toen zei ze, ja, mijn dochters die zijn heel jaloers dat ik jou mag ontmoeten. Dus dat was wel zo'n momentje. En zo waren er wel meer momentjes. Guus Meeuwis kende ze nog wel, maar bij collega's van AT5 was er nog twijfel of Emma Kok wel op het netvlies staat in Amsterdam. Zegt die naam u iets? Ja, Emma Kok. Is er niet dat kleine meisje die zong bij André Rieu? Juist. Dat was haar. Nee, ja. En hoe gaat dat zonder André Rieu? Durf je dat aan vanavond? Nee, ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik doe heel vaak ook gewoon optreden zonder André. Dus nee, ik vind het zo'n grote eer dat ik echt niet kan wachten. En dat was natuurlijk in Maastricht. Hoe vind je het om dan in Amsterdam te staan vanavond? Nou ja, ik kom zo vaak nu in Amsterdam dat het bijna een beetje tweede thuis wordt. Dus ik vind het heerlijk om hier te staan. Even vriendelijk dissen, dat mag, want de 16-jarige Emma is de provincie allang ontgroeid. Ze gaat de hele wereld over. Maar alle energie van het optreden en de reis terug naar Kerkrade eisen maandagmiddag wel hun tol. Ik ben aan het slaapwandelen. Dus ik heb me net concealer onder mijn ogen gesmet, zodat ik een beetje wakker lijk. Het is ook een tropenschema dat de familie Kok deze dagen beleeft. Later deze maand een bevrijdingsconcert in Den Haag en de Grebbeberg. En in juli weer de Vrijthofconcerten met André Rieu. En zoals elke 16-jarige, tussendoor ook nog lessen en huiswerk. Ja, dat is te doen. Afkloppen, het gaat goed. Dus als het zo blijft doorgaan, dan ben ik blij. Ja, maar dadelijk even snurken. Ja. Laat rusten. Dank je. Jullie ook.